Welkom bij een nieuwe video van MaxFit. En in deze video geef ik je 3 tips als jij waanzinnig snel wil afvallen. Iedereen wil natuurlijk snel resultaat. Je hebt geen zin om je best te doen op je eten te letten en te trainen en langzaam resultaat te zien of helemaal geen resultaat te zien. Je wil dat je gelijk binnen een paar dagen, binnen een week al veranderingen ziet aan je lichaam. Dat kan, als je tenminste de juiste dingen doet. Volg jij de tips op die ik je zo meteen ga geven, dan weet ik zeker dat jij binnen een paar dagen al best wel flink resultaat gaat behalen. De eerste tip die ik je meegeef is: vermijd gluten in je voedingsschema. Niet iedereen is gluten allergisch, alleen heel veel mensen zijn wel intolerant voor gluten. Dat betekent dat je ze niet zo goed kan handelen en dat ze in je darmen minder goed verwerkt kunnen worden. En dat je er vocht van vast gaat houden en ook een wat opgezettere buik krijgt. Dus zo zie je gluten vind je bijvoorbeeld in brood, in koek, in snoep, in pasta. Daar zit met name gluten in. Vermijd jij deze gluten, dus je gaat je richten op andere producten, dan weet ik zeker dat je binnen een paar dagen, zeker als je nu veel brood of pasta eet, dat je echt binnen een paar dagen al best wel veel resultaat gaat zien. Zo kan het zijn dat je de eerste 2 weken maar zo'n 4-5 kilo gaat verliezen aan gewicht. Het wil niet zeggen dat het allemaal vet is. Het kan ook vocht en glycogeen zijn, dus opgeslagen koolhydraten in je spieren. Maar hey, dat hou je ook overtollig vast, dat wil je ook in principe kwijt. Dus wil je dat je snel afvalt, dat snel die weegschaal naar beneden gaat, vermijd dan zeker gluten in je voedingspatroon. De tweede tip die ik je ga geven is: ditch al je koolhydraten. Doe ze weg, eet ze niet, eet alleen nog maar groenten, eiwitten en vetten. Dat wil niet zeggen dat het voor iedereen werkt, maar voor 99% van de mensen zie je dat je echt in de eerste paar dagen en weken gigantisch snel gewicht gaat verliezen. Ook nogmaals, dit is niet allemaal vet, het zal ook vocht en glycogeen zijn, maar het is ook gewoon simpelweg niet mogelijk om binnen 2 weken 5 kilo vet te verliezen. Voor niemand niet. Maar wil je gewoon dat je snel resultaat ziet, dat je lichaam gelijk snel gaat veranderen, vermijd dan en je koolhydraten en je gluten en je gaat binnen no time maar heel veel resultaat zien. De derde tip die ik je meegeef is om voldoende water te drinken. Het klinkt saai, het klinkt niet sexy, maar het is echt wel waanzinnig belangrijk om snel resultaten te gaan behalen. Waar je ongeveer als richtlijn aan kan houden is dat je een per 20-25 kilo lichaamsgewicht een liter water drinkt. Dus weeg jij 50 kilo, dan zou je ongeveer 2 liter water per dag moeten drinken. Weeg jij 75 kilo, dan zou je er zeker 3 moeten drinken. En weeg jij 90-100 kilo, dat betekent dat je ook echt zeker wel 4 liter water per dag zou moeten drinken. Want het lijkt wel veel en je gaat ook waanzinnig vaak naar de wc, maar je lichaam heeft het gewoon nodig. Water is zoiets simpels waar je zo makkelijk en zo snel mee kan starten en wat zo verschrikkelijk veel resultaat gaat geven, dat je echt versteld staat. Volg je deze 3 tips op en doe dat dus gestructureerd voor 2 weken. Dus voor 14 dagen geen koolhydraten eten, alleen groenten. Geen gluten eten, dus niks ongezonds. En als je je koolhydraten schrapt, dan vallen je gluten sowieso weg. En je hoeveelheid water per dag drinken. Probeer dat 2 weken, hou je eraan. En zeker als je daar nog bij gaat trainen in de sportschool om 3-4 keer in de week, dan weet ik zeker dat je in 2 weken echt waanzinnig resultaat gaat zien. Schrik niet als het maar zo 5-6 kilo op de weegschaal kan schelen. Vond je deze video handig? Vergeet dan niet even een like te geven en abonneer je op mijn YouTube kanaal. Want ik blijf steeds meer en meer video's maken om jou zo snel mogelijk in shape te trainen.